Zo, welkom terug allemaal. In de video van vandaag gaan we de Sony Alpha 7 gebruiken in combinatie met manuele lenzen zoals bijvoorbeeld de Minolta MD lenzen. Daarvoor hebben we eerst en vooral een adapter nodig. Dus dit is de adapter die ik zal gebruiken. Daar staat een aanduiding op die aangeeft dat deze adapter werkt tussen MD, wat de Minolta lens is, en NEX, wat het Sony formaat is. Dus die kunnen we al meteen op onze Minolta lens gaan schroeven en dan moeten we eigenlijk... Deze indicator gebruiken en deze indicator. En dan hebben we een geheel dat we kunnen bevestigen op de Sony Alpha-camera. Dus hier zit de lens release bij Sony. Dus deze even losmaken en aan de kant zetten. En deze in de plaats daarvoor moeten we de aanduiding hier uitlijnen met dit bolletje. en opnieuw vastklikken. Dus nu hebben we een manuele lens gemonteerd op onze Sony camera. Het is belangrijk dat we ons diafragma hier instellen, op onze lens. Omdat die instelwieltjes geen effect meer hebben. Of toch niet voor de instellingen op de lens, enkel voor de instellingen op de camera, zoals de sluitertijd en de ISO. En focus is manueel, dus kunnen we hier manueel gaan instellen. Voor de camera dan zijn er een aantal instellingen van belang, zoals dus ik die even inschakel. Dan kunnen we hier via de menu optie. En dan gaan we met deze knop naar boven. Kunnen we hier tussen deze tabbladeren navigeren. Dan willen we willen het instelwieltje kiezen. Selecteren eens in het midden drukken. En dan Zebra is een aanduiding van highlights, Hebben we hier niet nodig. MF Assist is wel handig, zeker omdat we met manuele focus werken. Dus dat zou ik inschakelen. Dat staat nu al aan. Ik kan dat uitschakelen straks laten zien hoe dat juist werkt. Of beter, ik kan het eerst laten zien, dan kom ik zo meteen terug naar de instellingen. Dus MF Assist werkt zo dat je via de C1-knop, beter de C1 hier, als je die indrukt, dan zie je een selectie. En als je die nogmaals indrukt, dan krijg je een vergroting van je beeld. Dus als ik dat, op dat toetsenbord doe bijvoorbeeld, dan kan ik daar vrij correct een autofocus gaan instellen. Doordat ik die vergroting heb. De andere manier om een manueel focus te doen met de Sony Alpha 7 met manuele lenzen. Is eigenlijk wat je daarnet al gezien hebt. Die rode indicatie is een indicatie van wat er scherpe zij beeld. Dus als ik mijn focus verleg zie je dat dat rood gedeelte ook verschuift. En om dat in te stellen moet je ook via de menu gaan. Dus menu. Opnieuw hier bovenaan het instelwieltje. Maar dit keer gaan we meteen naar tabblad 2. Dus nog één opzij. En dan zie je peaking level. Dus dat is eigenlijk... Hoe gevoelig het rode gebied is, kun je high, medium, low of uitschakelen. Peaking color kun je kiezen wat de kleur eigenlijk is die getoond wordt in beeld, rood, geel of wit. Wit is vaak wat moeilijker te zien. Rood werkt wel goed, naar mijn mening. En dan ook nog belangrijk: eigenlijk de laatste instelling die nodig is op de Sony Alpha 7 om die te kunnen gebruiken met een manuele lens of een andere lens via een adapter, is opnieuw hier via het tandwiel. Maar in dit keer de derde pagina of tabblad of reeks. Naar release. De voorlaatste optie. Release without shutter. Dus dan moeten we op enable in plaats van disable zetten. Zodat de camera ook foto's kan maken als er geen lens gedirecteerd wordt. En dan hebben we eigenlijk alle instellingen gehad die van belang zijn. Voor het werken met manuele focuslenzen. Op de Sony Alpha 7 of andere Sony camera's. Bedankt voor jullie aandacht en tot de volgende.